Wat ga jij maken uit het boek? Ik ga een paddenstoelenrisotto maken. Oké. Okay. Ja. Lekker. En? Daarbij wil ik heel graag iets van een pesto-soort van maken. Ik denk, jij bent slager. Dit moet toch een appeltje eitje voor jou zijn, of niet? Ja, daar kan ik wel wat mee. Het mooiste als ik dat bordje eruit haal, dat die nog heel is. Dat ik gewoon het bordje los eigenlijk gewoon weer terug kan doen in het vlees en hem dan opbindt. Kijk. En dit, dat is hem dan. Hou nog even de stukjes vuil weghaal. Eigenlijk wil ik voor het lamsboutje gewoon een mooie pesto maken. Ik wil hem inwrijven met wat mosterd en wat kruidige pesto-achtig. Om pesto te maken natuurlijk wat pijnboompitjes nodig. Knoflookje, olie en natuurlijk basilicum. Lekker veel knoflook. Gewoon 3 tenen in doen. Als je die pijnboompitjes even aanbakt, houd ze een beetje in beweging voor een mooie egale bruine kleur. Ja, en ik heb hem expres wat dikker gelaten, zodat hij niet helemaal uitloopt van die lamsbuik af. Ja, het opbinden van het vlees, dat is belangrijk, omdat ik dan een gelijkmatige garing krijg van het vlees. We moeten met spoed door met de risotto, jongens. Niels snijdt zijn uien en champignons wel heel makkelijk. Of zou dat gewoon aan de kwaliteit van zijn mes liggen? We hebben de champignonnetjes fijn gesneden, allemaal kleine blokjes. Ik heb wat ui gesneden, shallot en wat knoflook. Ja, dan gaan we nu beginnen met de risotto te maken. Even bij mijn vlees kijken. Ja, dit gaat ook lekker. Aan het vlees gaan we eventjes nagaren in de campinggas. Dan ga ik zo meteen wat knoflook eraan toevoegen. En dat doe ik expres even later. Waarom doe ik de knoflook ietsje later? Anders wordt het bitter. Die kaas moet erbij gerast worden zo meteen. Hoe gaat het hierin? We gaan eens even kijken. We gaan de risotto gaan we afmaken. De champignons weer benen. Ter afgarnering. Dat het wel herkenbaar champignon risotto is. Maakt zijn lamsbout af met een heerlijke honing-mosterdsaus. Kijk, niets meer aan doen. Dat is hem.